Kom maar, wees blij en verheugd. Die willen we gaan zingen. Opwekking 138. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Wat fijn dat jullie weer rondom je laptop of televisie of iPad. Ik weet niet eigenlijk, hoe zit je te kijken? Ik ben eigenlijk wel heel benieuwd. Maak eens een fotootje en stuur dat eens op de app of zo naar ons toe. Of plaats het op Facebook. Of even een beetje weten en zien ook van elkaar van hoe beleven we nou zo'n dienst. Maar in ieder geval, wat fijn dat je er weer bij bent. Deze nieuwe online dienst vanuit de Baptistengemeente Vroomshoop. Een bijzondere dienst, want we mogen ook samen het heilige avondmaal met elkaar vieren. Reden genoeg dus om allereerst naar de Heere God toe te gaan om zijn zegen te vragen. Mag ik jullie voorgaan in gebed? Want hemelse Vader, midden in de drukte van alle dag worden we een ogenblik stil. Heer, in het stil zijn willen we ook ons hart en ons denken tot stil te brengen, zodat we het op u kunnen richten. Want u bent de levende God. U bent de God die spreekt. En u bent de God die ook vanmorgen ons wilt ontmoeten. En we danken u, Heere God, daarvoor. Wilt u geven, Heere God, dat we weer in de omstandigheden waar we in zitten, het toch mag lukken. Heer, om ons hart op u te richten. Om te ontvangen datgene wat u vanmorgen wilt geven. Heer, want wat we anders ook zeggen, dat geldt ook voor morgen weer. U bent een grote God en we mogen van u grote dingen verwachten. Onze hulp en verwachting zijn gericht op u. U die de schepper bent van hemel en aarde. U die we hemelse vader mogen noemen. En we mogen weten dat u als een goede, zorgzame vader voor ons zorgt. En dat die zorg ook niet gaat ophouden, want u bent trouw tot in eeuwigheid. U laat niet los datgene wat u bent begonnen. U houdt het vast, u zet het voort en u gaat het voltooien. Vanmorgen is ons samen zijn de naam van die grote God en in zijn naam mag ik jullie groeten. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus zijn Zoon onze Heer, in en door de Heilige Geest. Amen. Zo, ja, en hier ook nog een beetje. Hier, eerst maar aan de kant. Goedemorgen kinderen, hallo. Fijn dat jullie er ook weer zijn. Ik ben er ook weer, professor Snorremans, en ik heb goed nieuws.
Want morgen mag je weer naar school. Is dat nog niet hartstikke leuk? Na al die tijd thuis, al die tijd gewoon online les en dat soort dingen, kun je weer naar school. Dat is ja super toll, ne? Weer een beetje spelen met elkaar en leuk hebben. En, tenminste, ik hoop wel dat je het heel leuk hebt. Want, en ik hoop niet dat je wordt gepest. Want pesten is niet leuk, ne? Nee, daar vind ik niks aan. En, word jij wel eens gepest? Ik vroeger wel. Weet je, werd ik vroeger wel eens gepest en dan ging mensen mij plagen. En ja, dan werd ik boos. Heel boos. En soms plaagde ik dan ook nog wel eens een keer terug. Maar ja, ik heb een beetje gehoord dat dominee Fokko het over gaat hebben. Die gaat het hebben over Jozef. En Jozef die werd natuurlijk ook heel erg gepest vroeger door zijn broers. Die werd zo erg gepest dat hij in een put werd gegooid. En dat hij werd verkocht als slaaf. Nou, dat hebben we allemaal wel gehoord in de afgelopen week. Nou. Maar nu gaat dominee Fokko het erover hebben. Dat die broers die komen weer bij Jozef dan. En nou ja, als ze mij zo gepest hadden. Oh, nou, ik weet wel wat ik had gedaan. Ik had, ja, en jullie dan, kinder? Ja, ja, Jozef die gaat niet terugpesten. Jozef doet iets heel anders. Jozef die vergeeft zijn broers en die zegt, oh, wat fijn dat jullie er weer zijn en noem maar op. En weet je wat nou zo leuk is? Nou heb ik jullie in 2 minuten verteld wat dominee Fokko heel lang gaat doen. Maar wat tot neerkomt is... Het is veel beter om goed voor elkaar te zijn. En dat vraagt de Heere God ook van ons. Dat we elkaar vergeven en dat we elkaar lief hebben en dat we het leuk hebben met elkaar. En ik hoop ook dat je het weer heel erg leuk gaat hebben op school. Tjus, kinder! Het lied dat we nu willen gaan zingen is opwekking 790. God is mijn herder. Is mijn herder die mij brengt. In groene velden vind ik rust. Hij gaat mij voor naar stille wateren. Zijn goedheid verdient mijn ziel. Heer, ik vertrouw. Ik vertrouw.
dan zijn we al een aantal weken bezig met het levensverhaal van Jozef. En ook vanmorgen willen we daarmee verder gaan. We naderen zo'n beetje de ontknoping. En ik wil vanmorgen twee tekstgedeelten met jullie lezen. Het eerste komt uit Genesis 42 en daarvan de eerste 9 versen. En daarna lezen we Genesis 45, de eerste 9 versen. Zoals gezegd, eerst hoofdstuk 42, vers 1 tot 9. Jozefs broers gaan naar Egypte, staat daarboven. Toen Jacob zag dat er koren in Egypte was, zei Jacob tegen zijn zonen, waarom kijken jullie naar elkaar aan? Verder zei hij, zie, ik heb gehoord dat er koren in Egypte is. Trek erheen en koop daar koren voor ons, zodat wij in leven blijven en niet sterven. Toen vertrokken 10 broers van Jozef om koren uit Egypte te kopen. Maar Benjamin, de broer van Jozef, stuurde Jacob niet met zijn broers mee, want hij zei, anders zou hem een ongeluk kunnen overkomen. Zo kwamen de zonen van Israël daaraan om koren te kopen, te midden van anderen die kwamen, want er was hongersnood in het land Kanaan. En Jozef, hij was de machthebber over dat land. Hij verkocht koren aan de hele bevolking van het land. De broers van Jozef kwamen en bogen zich voor hem neer, met het gezicht ter aarde. Toen Jozef zijn broers zag, herkende hij hen, maar hij deed zich tegenover hen voor als een vreemde en sprak harde woorden tot hen. Hij zei tegen hen, waar komt u vandaan? Ze zeiden, uit het land Kanaan om voedsel te kopen. Jozef herkende zijn broers, maar zij herkenden hem niet. Toen dacht Jozef aan de dromen die hij over hen gekregen had. En hij zei tegen hen, u bent spionnen. U bent gekomen om de onbeschermde plekken van het land te bekijken. Tot zover hoofdstuk 42. Gaan we verder in hoofdstuk 45. En ook daar lezen we de eerste 9 versen. Daar staat boven, Jozef maakt zich bekend. Toen kon Jozef zich niet meer bedwingen. Voor alle die bij hem stonden. En hij riep, laat iedereen van mij weggaan. Er stond niemand bij hem, toen Jozef zich aan zijn broers bekend maakte. Hij huilde zo luid dat de Egyptenaren en het huis van de farao het hoorden. Jozef zei tegen zijn broers, ik ben Jozef, leeft mijn vader nog? Maar zijn broers waren niet in staat om hem antwoord te geven, want zij waren door schrik voor hem overmand. Jozef zei tegen zijn broers, kom toch dichterbij met me. En ze kwamen dichterbij. Toen zei hij, ik ben Jozef, jullie broer, die jullie naar Egypte verkocht hebben. Maar nu, wees niet bedroefd en laat jullie ogen niet in toorn ontvlammen, omdat jullie mij hier naartoe hebben verkocht. Want God heeft mij voor jullie uitgezonden tot behoud van jullie leven. Deze 2 jaren is er immers hongers geweest in het midden van het land en er komen nog 5 jaren waarin er geen ploegen of oogsten zal zijn. God heeft mij voor jullie uitgezonden om voor jullie een overblijfsel veilig te stellen op aarde en jullie door een grote uitredding in leven te houden. Nu dan, niet jullie hebben mij hier naartoe gestuurd, maar God. Hij heeft mij aangesteld als een vader voor de farao, als heer over heel zijn huis en als heerser over heel het land Egypte. Maak haast, ga naar mijn vader en zeg tegen hem, dit zegt uw zoon Jozef. God heeft mij tot heer over heel Egypte aangesteld. Kom naar mij toe, wacht er niet mee. Tot zover het woord van God. We lezen nou de ontknoping van het levensverhaal van Jozef. Ik pak daar 2 fragmenten uit hoofdstuk 42 en hoofdstuk 45. Maar om de hele samenhang te zien, moet je thuis eigenlijk gewoon hoofdstuk 42, 43, 44 en 45 gewoon zelf even helemaal doorlezen. Het kost je een half uurtje. Was nou een half uurtje in het woord van God. Dat is toch een zegen. Dus doe dat vooral. Voor nu, we gaan hier straks over nadenken, maar eerst wordt er nog een lied gezongen. Lied 429. God wijst mij een weg. God wijst mij een weg. Als ik zelf geen uitkomst zie, want zweven die geen mens bereikt, maakt hij mij zijn wil bekend. Hij geeft elke dag nieuwe liefde, nieuwe kracht. Als ik mijn hand in zijn hand leg, wijst hij mij de weg.
niets vermijden. God, wees mij een weg, als ik zelf geen hart kon zien. Langs wegen die geen mens bedenkt, maakt hij mij zijn wil bekend. Hij geeft elke dag nieuwe liefde, nieuwe kracht. Als ik mijn hand in zijn hand leg, wijst hij mij de weg. Wijst hij mij de weg. Al moet ik door de wildernis, hij leidt mij. Hij toont mij een rivier in de woestijn. Alles zal ooit maar zijn liefde blijft bestaan. En hij maakt iets heel liefs vandaan. God, wees mij een weg, als ik zelf geen uitkomst zie. Langs wegen die geen mens bedenkt, Groningse zanger Harm Tabak die heeft momenteel in de provincie Groningen een leuk hitje met het lied Karma. En zoek het maar eens op YouTube. Jullie hier in Twente verstaan dat denk ik ook wel. Dat moet wel lukken. Het liedje dat gaat over mensen die alles krijgen wat ze maar willen en hoe dat dan op een duur ook vreselijk verkeerd kan gaan. Het refrein van het liedje dat zegt, alles was voor die vergeest. Knipt het ooimaal met die vinger en doe kreegst. Maar door deur hast toen niks leert. En op deur gooit dat verkeerd. En mag hopen dat het overleeft. Nou, ik moest aan dat liedje denken afgelopen week. We hebben ja die rellen gehad rondom de avondklok. En ja, zoals dat zo gaat in Nederland, naar goed gebruik, wordt daar vreselijk over gediscussieerd. Op al die praatprogramma's op televisie en in kranten, hele stukken. En wat je dan tegenkomt, zijn natuurlijk ook hele epistels van psychologen die dan de achtergrond van die jonge railschoppers gaan analyseren. En hele gesprekken over het falen van ouders en dergelijke. Ga zo maar door. Ik las zelfs een ingezonden brief van een moeder die het maar niet lukte om haar puberende zoon binnen te houden. Die mevrouw was helemaal wanhopig. Ja, het opvoeden van kinderen, dat is blijkbaar een hele klus. Soms is het ontzettend mooi en heel dankbaar en soms is dat ook best wel heel lastig. En pa en ma, ik weet dat je kijkt, je hoeft dit niet zo heel erg gretig te beamen. Ja? Maar deze en volgende week spreken we dus over de ontknoping van het levensverhaal van Jozef. En laten we daarbij vooral niet vergeten hoe het begon. Ook namelijk met opvoeden en dat dat lastig is. Jacob had ook moeite met opvoeden van kinderen. Het was niet echt zijn ding, zeg maar. De manier waarop hij zijn gezin leidde, had ook gemaakt dat Jozef aanvankelijk een enorm verwende snopaap was. En die broers van hem, die waren jaloers. En verbitterd. Boos. Tot moord in staat. Uiteindelijk zou het verdriet van Jacob ertoe leiden dat Benjamin in een soort van gouden kooi opgroeide. Wat een zootje. Niet hè? Wat een zootje daar in dat gezin. En dat is best heftig. Want bedenk dan ook even dat dit zootje wel het zootje is waar God een verbond mee heeft gesloten. Dit steltje ongeregeld zal uiteindelijk het land Kanaan in bezit moeten gaan nemen. Dit zootje, deze ontwrichte familie, zou Gods verbondsvolk gaan vormen. Uit dit steltje ongeregeld zou de Messias geboren moeten worden. Dat is nogal een klus als de zaken er zo voor staan. Niet dan?
In hoofdstuk 45 vers 5 en daarna nog een paar keer weer zegt Jozef dat God degene is geweest die hem naar Egypte heeft gestuurd. Dat is nogal wat om te zeggen. Jozef die geeft aan dat hij naar Egypte is gestuurd door God tot behoud van het leven van zijn broers. En ongetwijfeld beseft hij ook dat dat tot behoud van zijn eigen leven is geweest. En dan niet alleen maar in het licht van die komende hongersnood. Jozef die erkent met die woorden, God heeft mij gezonden, dat God de grote regisseur is in het leven. God is de bron van alle zegeningen, van alle voorspoed, van alle goede dingen. Maar hiermee zegt Jozef dus ook, erkent hij ook, dat God degene is die heeft gemaakt dat Jozef dat verdriet en die eenzaamheid moest doormaken. Jozef die zegt ook dat het verdriet, de eenzaamheid, het slavenbestaan, het verraad van mevrouw Potifar, de tijd in de gevangenis, al die dingen in Gods hand waren. Dat God ook daarin betrokken was. Dat is best heftig, vind je niet? De reden dat God ook dit soort dingen doet en soms ook toelaat in ons leven, dat is om ons op te voeden. En daar wil ik vanmorgen ook wat verder met jullie naar kijken. God voedt ons op. En ook in het Bijbelboek Handelingen komen we dat tegen. De schrijver van het boek Handelingen, waarschijnlijk Paulus, die schrijft dus een hele lange brief, of Handelingen, wat moet je mij horen? Ik bedoel de brief aan de Hebreeën. De brief aan de Hebreeën, die moeten we hebben. Dus dat is dus vermoedelijk de schrijver is Paulus. Maar Paulus die schrijft dan een hele lange brief aan de Hebreeën. En die Hebreeën die leven in hele moeilijke omstandigheden. Ze hebben te maken met vervolging en dergelijke. En Paulus die probeert hen te bemoedigen. En dan hij heeft het over geloofshelden die hen zijn voorgegaan. Waar ze van kunnen leren, waar ze kracht uit kunnen putten. En dan in één keer in hoofdstuk 12 vers 5 moet je opletten. En u bent de vermaning vergeten waarmee u als kinderen wordt aangesproken. Mijn zoon, acht de bestraffing van de Heere niet gering en bezwijk niet als u door hem terecht gewezen wordt. Want de Heere bestraft wie hij lief heeft en hij geeselt iedere zoon die hij aanneemt. Als u bestraffing verdraagt, behandelt God u als kinderen. Want welk kind is er niet door zijn vader bestraft? Tot zover. God voedt ons op. Dat is ook de boodschap hier in Handelingen 12. Het is wel bijzonder, hè? Dat Handelingen 12, of Hebreeën, heb ik het weer over Handelingen, Hebreeën 12, hè, het is een gedeelte uit een brief die vol staat met bemoedigingen. En dan één keer maakt het deze kentering. Gaat het deze kant op? En zegt de schrijver, Paulus, dat God dus ook die moeilijke omstandigheden die ze meemaakt, gebruikt om zijn kinderen te bestraffen. Dat zijn we niet echt zo gewend, hè? Als we over God spreken. Een straffende God. Het klinkt ons raar in de oren. Want wat is God dan een oordelende, straffende God? Is de vervolging die die Hebreeën moeten meemaken, hier, nou gaat hij wel goed, hè? Is de vervolging die Hebreeën moeten meemaken, is dat een directe straf van God? Een oordeel van God? En als dat zo is, wat betekent dat dan voor ons, voor jou en mij vandaag? Stuurt God nu ook wel allerlei straffen op jou en mij af? Is God zo iemand van, nou, wie niet horen wil, moet maar voelen? Goed om daar eens over na te denken. En laat ik direct zeggen, dat in geen geval. Hier in Hebreeën 12 gaat het niet zo over dat soort straffen. Het woord wat hier gebruikt wordt, is een woord wat gebruikt wordt alleen in de context van opvoeden. Het woord bestraffen, dat wil zeggen hoe God als volmaakte vader met ons wil omgaan en ons wil vormen, ons wil kneden en ons wil opvoeden tot de persoon die wij mogen zijn. En die schrijver van de Hebreeën, Paulus, die wil ons duidelijk maken dat wanneer wij ons leven aan God toevertrouwen, God ook de moeilijke en de slechte omstandigheden in ons leven kan en wil gebruiken. God houdt het niet altijd tegen, God laat het niet altijd bij ons weg, want God kan en wil het gebruiken om ons te vormen en ons op te voeden. Als gelovigen hebben wij namelijk een duidelijk doel voor ogen. En dat doel is niet zo prettig mogelijk gezegend door het leven gaan.
Het doel van jou en mij als gelovigen is dat wij meer en meer en meer gaan lijken op de Heer Jezus. Wij zijn navolgers van Christus. En het is de bedoeling dat wij meer en meer op de Heer Jezus gaan lijken. We moeten gevormd worden. We hebben opvoeding nodig. En de Heere God die komt als een zorgzame vader naar ons toe om ons op te voeden. En daar gebruikt hij soms ook moeilijke omstandigheden voor. Als Jozef zegt dat God hem heeft gezonden, erkent hij daarmee dat de omstandigheden in zijn leven door God zijn gebruikt om hem te redden. En niet alleen maar van de hongersdood, maar ook van zijn opvoeding, van zijn geschiedenis. Dat God het ook wil gebruiken om die verziekte familierelaties te herstellen. Want hoe is het mogelijk? Heb je daar eens over nagedacht? Hoe kon het dat Jozef van een verwende snotaap uitgroeide tot een hele kundige, een hele machtige leider? Hoe is het mogelijk dat iemand die zo verwend opgroeit, uiteindelijk een hele bekwame bestuurder blijkt te zijn? Hoe voelt God ons als zijn kinderen op ze dat begroeien? Weet je, dan denk ik dat we dat terugzien in de manier waarop Jozef met zijn broers omgaat. Het ene moment worden ze zakelijk maar correct ontvangen. En het volgende moment worden ze ervan beschuldigd om spionnen te zijn. En dan weer laat Jozef ze met allemaal graan naar huis toe gaan. Maar zet hij Simeon gevangen. Maar als ze dan naar huis gaan, ontdekken ze dat het geld wat ze moesten betalen voor het koren, voor het graan, nog in hun zakken zit. Jozef die is dan heel bars, heel boos, heel zakelijk. En dan weer is hij in één keer heel vriendelijk, heel goed. Later, als ze dan weer terugkomen, samen met Benjamin, dan worden ze gezellig ontvangen. Met alle ega's ontvangen. Ze mogen bij Jozef eten. Nou, dat is nogal een voorrecht, hè? Als je bij de leider, de minister-president van het land, een hapje mag eten. Ze worden heel correct, heel vriendelijk ontvangen. En het volgende moment zet hij een val voor ze klaar. Zodat hij Benjamin gevangen kan nemen. Dat is toch bizar? Het ene moment is hij heel zakelijk. Is hij heel correct. En dan weer wordt hij heel boos. En dan weer is hij heel vriendelijk en heel genadig. En dan weer staat hij ergens in de coulissen te janken. Een beetje, waar heeft Jozef last van? Ga je misschien wel eens afvragen, niet dan? Waarom zit hij zijn broer zo te pesten? Waarom zit hij ze zo te zieken? Of weet hij nou zelf niet wat hij wil? Is Jozef misschien nog steeds boos vanwege hetgene wat er gebeurd is? Probeert hij wraak te nemen? Maar zeker weten van niet. Want als Jozef uit was op wraak, had hij de broers bij het eerste bezoek in de gevangenis gegooid en had hij ze er ook mooi laten zitten. De sleutel weggegooid en het licht uitgedaan, bij wijze van. Ja, waarom zegt Jozef dan niet gewoon wie hij is? Waarom al het toneelspel? Heb je daar eens over nagedacht? Maar waarvoor zou dat zijn? Ik denk dat het antwoord ligt in hoofdstuk 44, vers 33. Want daar heeft Jozef een val gezet en wil hij Benjamin gevangen nemen. En als hij dat doet, stapt Juda naar voren. En Juda, dat is diezelfde Juda die in hoofdstuk 37 de aanjager van het zootje is. De Juda die zegt van, hey, laten we maar verkopen als slaaf. Dat is diezelfde Juda. Diezelfde Juda die Jozef in de put heeft gegooid, die voorstelde om Jozef als slaaf te verkopen, die wil Jacob het verdriet besparen dat hij ook Benjamin nog moet missen. En hij is bereid om zichzelf te offeren in plaats van Benjamin. En ik denk dat daar een sleutel ligt voor deze hele geschiedenis. Want er is blijkbaar iets fundamenteels veranderd in het hart van Juda. Waardoor hij niet meer alleen maar denkt aan zijn eigen belangen, maar ook kan denken aan het welzijn van een ander. Zijn hart is veranderd. En op dat moment openbaart Jozef zich en wordt duidelijk dat hij zijn broers ook al lang vergeven heeft. Maar nu ook dat hart van die broers veranderd is. Nu pas is er ruimte om niet alleen te vergeven, maar ook te verzoenen. Weer samen een gezin te zijn, samen onderweg te gaan. Ik denk dat Jozef daarom zijn spel speelde. Als hij alleen uit was op gerechtigheid, had hij ze op kunnen sluiten. Als hij alleen wilde vergeven, dan had hij zich direct bekend gemaakt. Maar hij wisselde af. Hij gaf een beetje
liefde, een beetje genade. En hij gaf wat gerechtigheid. Hij gaf wat straf, wat oordeel. En hij gaf wat liefde. En in de levens van die broers openbaarde zich dat aan de ene kant als zegen en genegenheid. En aan de andere kant als angst en tegenspoed. Maar uiteindelijk zijn het die dingen die maken dat dingen in beweging komen. En dat het hart van die broers gaandeweg verandert en zich opent. Waardoor er niet alleen maar ruimte is voor vergeving, maar ook voor herstel. Juda en Jozef zijn beide beelden van de Heer Jezus. God vergeeft ook niet zomaar, laten we dat bedenken. God gaat ook niet zomaar met een grote bezem al onze zonden wegdoen. Vandaag vieren we het Heilig Avondmaal. En worden we bij bepaald hoe kostbaar Gods genade is. Hoe duur zij betaald is. Met het bloed van Gods eigen Zoon. Weet je, en wanneer je die genade en die liefde in jouw leven leert kennen, verandert dat jouw hart. Wanneer je weet hoe duur jij betaald bent. Wanneer je weet hoe geliefd jij bent. Weet je, dan pas kan een hart veranderen. Weet je, en dat is ook zoals God werkt. Die balans is belangrijk. Die balans tussen aan de ene kant gerechtigheid en de andere kant genade. Aan de ene kant wet en waarheid en aan de andere kant liefde. Het moet in balans zijn. En dat zie je in het hele leven van Jozef terug. Weet je, in het begin van Jozef's leven was er alleen maar liefde. Er waren geen regels. Er werd hem geen strobreed in de weg gelegd. En dat was een verziekt, verpest, een nare, verwend jongetje. Die broers die kregen een hele andere kant van Jacob te zien. Voor hem was er weinig aandacht. Voor hem waren er regels en werken. En dat maakte van hen jaloerse, verbitterde en boze mannen. Gerechtigheid en liefde die in balans zijn. Dat is hetgene wat een hart kan veranderen. Maar wat niet alleen vergeving brengt, maar ook herstel kan brengen. En weet je, dat is ook voor ons als gemeente en in de leven van ons als gelovigen zo belangrijk. Dat we die dingen in balans houden. In geloof, in pastoraat, in alles wat we meemaken. Dat we die balans tussen waarheid en liefde. Tussen wet en genade. Dat we daar goed mee omgaan. Dat we dat weten op waarde te schatten. Weet je, en God wil ons daarmee helpen. Want God voedt ons op. Weet je, het is een zoeken naar die balans. Want alleen gerechtigheid maakt doods en wetties. Dat zien we in het Nieuwe Testament bij de schriftgeleerden en fariseeën terug. Maar alleen genade maakt je onbetrouwbaar en inhoudsloos. Het is zoeken naar die balans. En weet je, daarom laat God soms ook moeilijke omstandigheden toe in ons leven. Zodat we niet alleen maar de liefde ontdekken en de zegen ontdekken, maar soms ook door tegenspoed heen geconfronteerd worden met onszelf, met onze beperkingen, met onze zonden. Met de wet, met de gerechtigheid. Waardoor we de genade ook weer op waarde kunnen schatten. Beseffen hoe kostbaar ze is. En uiteindelijk zal dat ons dichter bij God brengen. Waardoor we kunnen veranderen. Waardoor ons hart verandert. Opvoeden, ja weet je, dat is niet altijd leuk. Opvoeden, dat doet soms ook best wel pijn. Maar dat maakt je ook sterker. Denk maar na, als je zelf kind was. Weet je, het was vervelend als jij geen snoepje mocht hebben en jij wilde een snoepje. Of je wilde spelen en je mocht niet spelen, maar je moest huiswerk maken. Dat was niet altijd leuk. Maar het was wel nodig. Als je alleen maar snoept, dan vallen je tanden uit. En als je geen huiswerk maakt, ja, dan kom je ook niet verder. Weet je, het is belangrijk. Weet je, opvoeden doet pijn, maar het maakt je sterker. En dat is ook zoals God ons opvoedt. Weet je, soms doet dat pijn en soms is dat vervelend. Maar het maakt ons wel sterker. We hebben het nodig. Weet je, en God gebruikt het. God gebruikt het ook soms om onze heilige huisjes af te breken. En ons dichter bij hem te brengen. Want we hebben allemaal dingen waar we op vertrouwen. We hebben allemaal dingen waar we ons leven op bouwen. En dat kan je werk zijn, je carrière zijn. Dat kan je gezondheid zijn. Dat kan je relatie zijn. Dat kunnen soms ook hele negatieve dingen zijn. Ervaringen die heel moeilijk waren. Maar die je koestert, waar je in vast blijft zitten.
Ook dat kan een heilig huisje worden. En God kan soms bepaalde omstandigheden in je leven toelaten om te proberen die heilige huisjes af te breken. Jou uit je comfortzone te halen en jou te dwingen verder te gaan dan je eigenlijk zou willen gaan. Omdat je daar sterker van wordt. Omdat je daarin ontdekt, ja, mijn vertrouwen moet niet liggen in die dingen. Mijn identiteit ligt niet in die situaties. Mijn vertrouwen mag in plaats op God en mijn identiteit is in Christus. Zo voedt God ons op. Weet je, en waarom doet hij dat? Jozef die moet nog een keer denken aan zijn droom, staat er in onze Bijbellezing. Hè? Ja, maar toen hij zag dat zijn broers voor hem bogen, zal hij vast en zeker gedacht hebben aan die droom. Echt wel. Maar weet je, God heeft ook een droom voor jou en voor mij. God wil ons zegenen. En zegenen betekent niet klakkeloos stijf verwennen. Zegenen betekent dat God het goede met ons voor heeft. God wil het beste voor jouw leven. God wil dat jij een beeld van Christus wordt. God wil dat jij daardoor zijn zegen gaat uitdelen aan de mensen om je heen. Dat jij een licht en een zout en zout wordt ook in jouw leven, in jouw gezin, in jouw straat, in jouw familie. Ga zo maar door. God wil jou een eeuwigheid schenken. Maar daarvoor is het nodig dat we worden opgevoed door God. En dat kan niet alleen maar met verwennen. Soms horen daar ook moeilijke situaties bij. En vaak is het zo dat juist door die moeilijke situaties heen wij als mensen groeien en dichter bij hem komen. Weet je, en daar mogen we ons naar uitstrekken. En ook op het moment dat jij het op dit moment moeilijk hebt en zwaar hebt. Houd vol. Houd vol. Want ik weet zeker dat God ook die situatie in jouw leven wil gebruiken om jou dichter bij hem te brengen. Zodat jij zijn zegen gaat ervaren. En meer gaan lijken op Christus. Amen. Daarvan gaan we ook een mooi lied zingen. Opwekking 598. Machtige Heer, grote Verlosser. Iedere dag kneden uw handen mijn leven als klei. En zo vormt u mij naar uw plan. Dichter naar u toe.
sterkere hoop. Roep mij, zend mij, leid mij, onderwijs mij. Ik leg mijn leven in uw sterkere hoop. Willen we zo ook het heilige avondmaal met elkaar gaan vieren. En ik hoop ook dat je thuis alles hebt klaarstaan. Dat je brood en wijn erbij hebt of druivensap. Heb je het nog niet? Zet dan even de dienst op pauze, haal het erbij en vier het heilige avondmaal met ons mee. Ik wil graag eerst de inzet in voordeel lezen die de apostel Paulus aan ons geeft in 1 Korinthe 11. Nadat hij gedankt had, brak hij het en zei: neem en eet, want dit is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Evenzo nam hij ook de drinkbeker na het gebruiken van de maaltijd. En hij zei: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als u die drinkt tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls u dit brood eet en uit deze drinkbeker drinkt, verkondigt u de dood van de Heer, totdat hij komt. Daarom, wie op onwaardige wijze dit brood eet of uit de drinkbeker van de Heer drinkt, is schuldig aan het lichaam en het bloed van de Heer. Laat iedere mens zichzelf beproeven, laat hij zo eten van het brood en drinken uit de drinkbeker. Want wie op onwaardige wijze eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, dat hij het lichaam van de Heer niet onderscheidt. Tot zover de woorden van de apostel Paulus. Bijzondere woorden die ons opwijzen dat wat we met elkaar vieren niet zomaar iets is. We doen het elke maand en het kan heel makkelijk een gewoonte worden. Op zich is daar niks mis mee, je hebt goede gewoonten. Mits je maar beseft waar je mee bezig bent. Het avondmaal vieren is niet iets voor alleen volmaakte christenen. Wanneer jij weet dat jij een kind van God bent. Wanneer je weet dat jij niet kunt leven zonder zijn genade. Wanneer je weet dat je zijn genade in jouw leven nodig hebt. Wees dan welkom om het heilige avondmaal te vieren. Maar doe het niet zomaar. Neem inderdaad een moment van bezinning. Misschien zijn er dingen die in je hart leven, waarvan je weet dat het verkeerd is. Vertel het aan de Heer. Vraag vergeving. Misschien zijn er dingen waar je heel dankbaar voor bent. Prijs dan de Heer in je gebed. Maar laten we een moment nemen van stilte, waarin iedereen voor zich kan voorbereiden op de viering van het heilige avondmaal. We zijn een ogenblik stil met elkaar. Hemelse Vader, in die stilte komen we naar u toe. U die ons kent zoals geen ander ons kent. U die de haren op ons hoofd heeft geteld. U die de woorden op onze lippen kent en weet wat er in onze harten leeft. Heer, dank u wel voor alle prachtig mooie dingen die er zijn. Heer, maar u ziet ook onze tekortkomingen, onze fouten en onze zonden. Heer, dank u wel dat we op dit moment naar u toe mogen komen. Heer, dat we onze zonden voor u neer mogen leggen en u mogen vragen: Vader, vergeef ons. Dat we mogen weten, Heer, dat het niet uitmaakt hoe vaak we bij u komen. Maar wanneer we oprecht bij u komen en u vragen om vergeving, zult u het geven. Als teken daarvan mogen we het heilig avondmaal vieren. Heer, we danken u daarvoor. En wanneer we het brood en het wijn tot ons nemen, wilt u ons daarin zegenen. Bidden we in Jezus' naam. Amen.
Dan hebben we hier brood. Zo op het oog heel gewoon brood. En toch is het ontzettend bijzonder. Want dit brood wijst ons op Christus. Op de Heer Jezus die mens is geworden. Die hier op aarde heeft rondgelopen. De Heer Jezus die zijn lichaam prijs heeft gegeven aan bespotting. Aan marteling. Die zijn lichaam prijs gaf tot de dood aan het kruis. Om ons nieuw leven te kunnen geven. We willen ook een zegen vragen over het brood. En Jeffrey, wil jij dat met ons doen? Getrouwe God en Vader. Vader, ik dank u, Vader, dat we op dit moment zo met elkaar het avondmaal mogen vieren. Vader, mogen gedenken en mogen stilstaan bij wat er gebeurd is op Golgotha. Vader, dat uw Zoon Jezus voor ons, voor onze zonden, aan het kruis is gegaan, Vader. En als mens naar de aarde is gekomen met de opdracht. En wist dat hij moest lijden, Vader. En Vader, wat een genade dat dit zo gebeurd is, Vader. Dat het lichaam van uw Zoon Jezus, Vader, voor ons gebroken is. En dat we ook mogen weten dat Jezus de dood heeft overwonnen, Vader. En Vader, wilt u Zoon ook het zo zegenen, Vader, wilt u ons zegenen. Vader, dat we ook mogen weten dat als we zonde begaan, Vader, op de weg die we gaan, dat we mogen weten dat er vergeving is, Vader. Vader, wil ik u zo bedanken en loven en prijzen. In Jezus' naam. Amen. Amen. Nodig ook uit om thuis het brood erbij te pakken. De Heer Jezus zei, neem en eet, want dit is mijn lichaam voor jullie. En er is niet alleen brood, er is ook wijn. En ook de wijn wijst ons op de Heer Jezus. Want zoals hier de wijn vloeit, zo vloeide eens het bloed van de Heer Jezus. En let wel, dat gebeurde niet zomaar. Dat overkwam de Heer Jezus niet. Maar de Heer Jezus gaf zijn bloed. Hij gaf het omdat het voor ons tot zegen zou zijn. En voordat we uit de beker drinken, willen we ook een zegen vragen over de beker. Dennis, wil jij dat met ons doen? Ja, Heer, we willen u danken. Danken voor de beker, Heer. Danken dat uw bloed gevloeid heeft, Heer. Heer, voor de straf die wij hadden verdiend, Heer. Heer, u had ons zo lief dat u uw leven gegeven hebt, Heer. Ik wil u daarvoor danken, Heer. Danken. Ja, voor uw liefde, voor ons. Heer, ik wil u ook danken dat daardoor de weg tot de Vader vrij is gemaakt, Heer. En dat we zomaar mogen bidden, ook op dit moment. Heer, en ik wil u danken dat we daardoor ook allemaal met elkaar verbonden mogen zijn, Heer. Heer, want ook uw bloed is het wat ons met elkaar verbindt, Heer. Heer, als we dat zo weten, dan weten we ook dat er broeders en zusters zijn die op dit moment lijden, Heer. Heer, die pijn hebben, die moeite kennen. Die misschien in het ziekenhuis liggen, Heer. Heer, ik wil u bidden, Heer. Wilt u zich toch ook over hen ontfermen, Heer? Heer, ook in die moeilijke periodes, Heer, mogen weten dat u bij ons bent. Wilt u kracht geven, Heer? Wilt u genezing geven, Heer? Wilt u uitkomst geven, Heer? Heer, ik wil u zo voor hen bidden, Heer. Heer, ik wil u zo danken voor dit moment. Ook voor een ieder die thuis zit, Heer. Heer, dat we toch ook op deze wijze verbonden mogen zijn, Heer. Heer, dat het niet gebonden is aan een kerk of aan een gebouw, Heer. Heer, maar dat u het bent die ons samenbindt. Dank u wel voor dat grote wonder. In Jezus' naam. Amen. En dan nodig ik je uit om ook thuis je beker erbij te pakken. Hem vast te houden en te beseffen dat het niet zomaar een beker is. Het is namelijk een beker van een verbond. Een beker van een afspraak, een bindende afspraak tussen jou en tussen God. Pak die beker maar, hef die beker, drink eruit. Gedenk en geloof dat het bloed van de Heer Jezus heeft gevloeid tot een volkomen verzoening, verlossing van al jouw zonden. Amen.
Heere God, hemelse Vader, we danken u dat we zo het heilig avondmaal mochten vieren. Dat we opnieuw bepaald werden bij onze noodzaak aan verlossing. En dat die alleen bij u te vinden is. Nu u het ruimhartig en liefdevol wilt geven in Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer. We danken u, Heere God, Heer, dat we die tekenen hebben gekregen van u. Dat we dit zo samen mochten vieren. We danken u, Heere God, dat u de God bent die ons opvoedt. Die betrokken is bij ons leven. Die alles wat er gebeurt, kan en wil gebruiken. Tot eer van zijn naam. Heer, en we danken u voor het avondmaal wat ons inderdaad aan elkaar bindt. We zijn als broers en zussen binnen uw gezin samen onderweg. We danken u, Heer, dat we dat mogen doen. Heer, al zijn de omstandigheden lastig en daarom bidden we, Heer, bewaar ons als gemeente. Houd ons betrokken, Heer, op elkaar. Geef dat we elkaar in het oog houden. Naar elkaar om zullen zien. Bijzonder naar hen die het moeilijk hebben. Want ook op dit moment liggen er mensen in het ziekenhuis. Die het heel moeilijk hebben. Ook op dit moment zijn er mensen die lichamelijk lijden. Ook op dit moment zijn er in de gemeente mensen die psychisch heel moeilijk hebben. Heer, zo zijn er zoveel zorgen. Heer, hier in de gemeente. In onze families, onze kennissenkringen. Dit land. Deze wereld. Vader, we hebben u nodig. We hebben u nodig, Heer, om de chaos te verdrijven. We hebben u nodig om genezing te brengen. Om herstel te brengen. En we danken u, Heer, dat we mogen weten dat dat gaat komen. Dat de Heer Jezus dat gaat brengen. Tot die dag. Bewaar ons. Behoed ons. Houd ons heel dicht bij u. En zegen ons. En die zegen, die mag ik je ook meegeven. Nodig jou om, als je het kunt, te gaan staan. Je hart te openen. En die zegen van de Heer te ontvangen. Want de liefde van God onze Vader en de genade van Jezus Christus, zijn Zoon onze Heer, de troost, de kracht, de leiding van de Heilige Geest, die zij en die blijven, met een ieder van ons, vandaag en morgen, en elke dag van ons leven weer, totdat Jezus komt en alle dingen nieuw maakt. Halleluja. Maranatha. Amen. Ja, en zo zijn we bijna aan het einde van de dienst gekomen. Fijn dat je ook vanmorgen weer hebt gekeken en ik hoop dat je door alles heen Gods zegen hebt ervaren. Ik wens je een hele gezegende week toe. En we zingen nu nog een laatste lied met elkaar. Dan gaan we koppen voor ons zingen. Zing vooral mee. En we hopen elkaar volgende week weer op deze wijze te ontmoeten. En hopelijk ook heel snel weer gewoon live hier. Want ik mis jullie. Ook al heb ik de meeste van jullie nog nooit gezien. Hoe langer dit duurt, hoe meer ik jullie ga missen. Dus ik hoop dat we elkaar gauw mogen ontmoeten. Een gezegende zondag. Het volgende lied wat we samen willen gaan zingen is opwekking 615. Waardig is het Lam. Voor het kruis, Heer. Dank u dat u stierf voor mij. U droeg al mijn schuld en pijn, nu ben ik rein. Uw liefde was mij schoon. Dank u voor uw offer, vastgenageld aan. Vergeeft u mij, u leeft in mij en omarmt mij als uw zoon. Waardig is het Lam, zittend op de troon. Zegevieren voor altijd, draagt u de hoogste troon. O verheven Heer, Jezus Zoon van God, de hemel gevolgd.
waar de vis het lang, waar de vis het lang. Dank u voor het kruisje, dank u dat u stierf voor mij. U droeg al mijn schuld en pijn, nu ben ik rein. U liefde was mij schoon. Dank u voor uw offer, vastgenageld aan het kruis. Liefde voor vergeeft u mij, u leeft in mij en omarmt mij als uw zoon. Waardig is het land, zittend op de troon. Zegevierend voor altijd, draagt u de hoogste kroon. O verheven Heer, Jezus, Zoon van God. De hemel gaf ons haar grootste schat. Waardig is het land, waardig is het land. Waardig is het land, zittend op de troon. Zegevierend voor altijd, draagt u de hoogste kroon. O verheven Heer, Jezus, Zoon van God. De hemel gaf ons haar grootste schat. Waardig is het land. Waardig is het land, waardig is het land.